Hey Irene, ongelooflijk leuk dat jij hebt gekozen om bij ons stage te komen lopen. Ja. Jij bent teamleider van het ROC Amersfoort. En jij hebt bedacht als teamleider dat het handig is als alle docenten ook 2 keer per jaar of 2 dagen per schooljaar gaan stage lopen in een winkel of in een retailorganisatie. Klopt dat? Ja, ze hebben een scholingsplan bij MBO Amersfoort. En daarin is opgenomen dat docenten er veel mogelijk praktijkervaring zeg maar, op doen. En nou ja, goed, dat houdt ook in dat ze gewoon 1 of 2 dagen zeg maar, even een bedrijfsstage lopen. Ja. En mogen zichzelf kiezen waar. En nou ja, aangezien wij elkaar kennen, hè? Ja, zeker. Je bent de vrouw van onze vader. Precies. Dat ligt er natuurlijk voor de hand om hier iets te doen. Ja, super. En nou goed, ik wist natuurlijk dat jullie met allemaal fantastische plannen bezig zijn. En ik vind het ook een fantastische winkel. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag eens een keer een kijkje in de keuken nemen, om eens te kijken hoe dat allemaal gaat. Ja, de sollicitatieprocedure was kort, hè? Ja, was heel kort. Ja, ik was direct aangenomen. Oké. Okay. En wat wij eigenlijk wel echt super benieuwd naar zijn, is wat jij eigenlijk dan, wat jij verwacht, zeg maar. Wat wil jij graag zien? Wat kun je daar in het kort over zeggen? Ja. Ja, kijk, studenten, wij hebben dus een opleiding, dat heet de opleiding Verkoper. En dat richt zich voornamelijk op niveau 2 studenten. En die moeten 2 keer in gedurende hun opleiding stage lopen. Dus aan de ene kant ben ik heel benieuwd van als je dan bij zo'n bedrijf loopt, en ze moeten dus met opdrachten aan de slag. Nou, hoe zou ik dat dan aanpakken? Ja. Of moeten we dan op school daar iets al aan voorbereiden om ze misschien nog beter voor te bereiden op een bepaalde stage voor winkels? En aan de andere kant voor mezelf ook van goh, hoe actueel zijn wij nog überhaupt met onze lesstof? Gezien alle digitale ontwikkelingen en wat er anders speelt. Ik heb het gevoel dat we daar een beetje achteraan hobbelen op dit moment. Wat dat betreft hebben we het daar natuurlijk al wel eens vaker ook over gehad. Als we gezellig aan het eten zijn of gezellig bij elkaar zijn. Maar wij missen inderdaad wel vaak aansluiting vanuit scholen. Als ze hier naartoe komen, hebben ze nog gewoon geen idee wat eigenlijk verwacht wordt. Oké, dus dat is wat jij eigenlijk een klein beetje wilt proeven, we willen inventariseren om te kijken hoe dat weer te vertalen naar. Precies. Oké. Okay. Dus gedurende vandaag en morgen moet ik even een keer een gesprekje met jou of misschien met een keer met de verkoper. Koopster is dat hier in dit geval. Ja. En kijken hoe ook de mensen er zelf op de werkvloer tegenaan. Nou, superleuk. Wij geven jou alle vrijheid om te vragen en te doen wat je wilt. We gaan je ook lekker aan het werk zetten, ramenlappen en zo. Moet ook allemaal gebeuren natuurlijk. Dat hoort ook bij. Dat hoort van de verkopen, ja. En dan zien we elkaar gewoon morgen aan het einde van het traject nog eens om te kijken hoe je het hebt ervaren. Nou, hartstikke leuk. Tof. Dankjewel. Fijn dat je hier mag zijn. Ja, tof. Hebben wij een stagiair? Is ze ziek naar huis? Echt vreselijk balen. Maar toen ze woensdagavond Irene met haar koffertje thuis naar beneden liep, is ze de laatste 4 treden van de trap afgedonderd. En ze heeft gisteren eigenlijk dus met een hinkend been door stage gedaan. En dat ging gewoon eigenlijk echt niet meer. Ze was helemaal bont en blauw. Dus ja, helaas is ze de 2e dag niet doorgegaan. En sta ik hier dus nu alleen. Maar ze had ontzettend veel gezien. Ze heeft echt veel antwoorden gekregen op de vragen die ze had. Aansluiting met de praktijk inderdaad. Ze heeft een groot deel van ons team toch kunnen spreken en kunnen bevragen. Dus kunnen kijken of de map die de leerlingen meekrijgen op stage, of dat nog een beetje functioneert. En ik denk dat er wel wat veranderingen gaan plaatsvinden. Dus vanaf deze plek wens ik Irene hartstikke veel beterschap. En fijn dat ze er echt wel wat van heeft opgestoken. Alleen helaas is de 2e dag in het water gevallen. En goed, wie weet wordt het vervolgd.